Zware regenval heeft flinke schade veroorzaakt in Curaçao. Vooral Banda Boe, het westelijk deel van het eiland, is getroffen. En dat is nou uitgerekend het gebied met de allermooiste stranden, waar ook de meeste toeristen komen. Van het paradijselijke strand uit de toeristenfolders is nog maar weinig over. Na de hevige regen stortte het water ongecontroleerd uit de bergen naar beneden en liet hier zijn sporen na. Ook Nationaal Park Hovimango is overstroomd. De beheerder van het park en zijn gezin konden net op tijd gered worden. Deze visser heeft door de overstromingen een enorme strop. Wie dan met de boot gebouwd? Boten bij, single boten bij. Single boten bij? Ja. Perde? Perde, de man oude zeerkijk. Haal het toe bij kunnen. En ook hier zorgt het water voor overlast. Si el dam quiebra, entonces tú reabas a mi bien fuerte de para camino out normalmente out de superkir. Tú via Lekker poedelen in de normaal gesproken turquoisblauwe zee is er voorlopig niet bij. Hier op Grote Knip, maar ook elders op de stranden van Curaçao, eindigen modderstromen in zee. Curaçao smacht een lange tijd naar regen, maar nu het valt en in zulke grote hoeveelheden is het eiland in rep en roer. En eigenlijk is niet regen, maar de afwatering ervan het probleem. Het eiland heeft een ingenieus systeem van dammen en afvoerkanalen, maar door slecht onderhoud groeien die vaak vol. En zoekt het water met de modder zijn eigen weg. De inwoners dringen bij de regering aan op beter onderhoud. Voorlopig krijgen toeristen en inwoners het dringende advies om de westkant van het eiland en de stranden daar te mijden. En dan Israël. Dat heeft de kantoren van de Arabische nieuwszender Al Jazeera gesloten. De zender mag ook niet meer uitzenden in Israël. De website wordt geblokkeerd. De zender die zijn hoofdkantoor heeft in Qatar...